rustig opgebouwd punt. Iets minder hard geslagen door Seudeling. Een klein beetje meer spin in zijn slagen gelegd om controle te houden. Ja, stond daar niet goed in positie, Anyroy. Te ver van het net. Tweede breekpunt wordt benut door Robin Seudeling. En die pakt ermee de eerste break. Scherp gespeeld, buitenkant lijn. Maar zo benut Robin Seudeling wel het eerste setpunt direct. Pakt de openingsset in 31 minuten met 6-3. Had dus aan één break voldoende. En die break viel in de vierde game van deze set. Wat een punt. Langste rally van de wedstrijd tot nu toe. En wat had ik graag aan de kant van Roddick gezien. Zo halverwege die rally dat hij wat meer lef had getoond. Er waren wat ballen van Seudeling die wat ondieper vielen. Daar had hij wat meer mee kunnen doen. Maar bleef volharden in de cross rally. Het is met lef gespeeld. Probeert de boel een beetje te ontregelen nu, Roddick. Ook wat gelukkig. Ik denk dat deze bal beter uitviel dan die misschien in gedachten had. Maar wel slim om Seudeling naar voren te lokken. Daar voelt de Zweed zich gewoon comfortabel. Zo, dat was met volle overtuiging geslagen, die laatste bal. Listig gespeeld door Roddick. Lokt Seudeling naar voren met dat korte balletje. En deze met veel gevoel over de Zweed heen gelegd. Niet makkelijk, hij is tenslotte 1,93 meter lang. En dan is dit... Ziet dat er heel makkelijk uit, maar dat is een lastige smash zo diep in het achterveld. Maar blijf rustig. Risico genomen door Andy Roddick. Als het goed is, pakt die bal een stukje van de lijn mee. Seudeling wil dat heel graag terugzien. Had nog één challenge. En schampt de lijn werkelijk. En dit keer gaat het mis. Voor Andy Roddick ging weer voor die backhand langs de lijn, zocht het risico op, maar pakt verkeerd uit en valt de break op wel een heel cruciaal moment de kant van Robin Seudeling op. De Zweed op 6-5 en mag zo dadelijk gaan serveren voor de titel.
Ja, dat is een heel mooi punt. Ook van Annie Roddick, hoor. Weinig gezien, de kort cross voor het naar buiten. Dat is een goede bal tegen Söderling, maar die had daar nu een goed antwoord op en kon zelfs de aanval overnemen. Het brengt op 40-15 en dus zijn er twee mogelijkheden om de toernooizegen op te gaan eisen. En ineens in stijl eigenlijk, want dit is het wapen geweest van Robin Söderling in deze wedstrijd. Ace nummer 16 levert uiteindelijk de titel op bij dit toernooi. De Brisbane International, de 7e carrière-titel voor Robin Söderling. En kwam Andy Roddick helaas voor hem zijn titel niet met succes verdedigen. Vorig jaar nog de sterkste, maar nu moet hij zijn meerdere herkennen in Robin Söderling. Twee sets had de Zweden voor nodig. 6-3 en 7-5 en maakt zijn geplaatste status. Deze week nummer 1 maakt hij waar. Well, thank you for that. I appreciate it. First of all, I'd like to thank CSG and all the other sponsors. Without them, we don't have tennis back here in Brisbane for the last 3 years. So please give them a round of applause. Next, I'd like to congratulate Robin. He had a great week. He played well. He served too well today. Seems like every time I had a look, he came up with one of those big serves. It's better being... I'm normally on that side of it. Today, I was on the other side of it. thank all of you. I know the... I just got... thank you, all of you, for staying, even though you're a little bit wet up there. I'll buy some umbrellas for all you all next year, maybe. Also, please, I know I did a very small part this week with giving money for Aces, but you know, everybody should give something. I'm happy to double my contribution for this week, whatever it was. And nog veel groter gebaar. Hij verdubbelt zijn Here's the deal. So if everyone here donates $2, that matches mine also. So if you guys promise to do that, I'm happy to double mine. En vraagt nu ook het publiek om de $2 te doneren. Steve, thank you for a wonderful 2 years. Sad to see you go. I certainly love playing here in Brisbane and hopefully I'll be invited back. Thank you very much. Prima speech van Andy Roddick. Iedereen bedankt. Andy Roddick, our finalist in 2011. I'm going to invite Minister Andrew Fraser to present the Champions Trophy to Robin Söderling of Sweden. En dan hier de toernooiwinnaar Robin Söderling. Well, first of all, Andy, congratulations to a great week. You played some really good tennis and you had an excellent start of the season and I'm sure if you keep it up, you will have a great year. Then, of course, I would like to thank everybody who helped making this tournament so good. All the sponsors, the organizers, the ball kids. I will probably forget a lot of you, but you're all doing really great. And this is for sure one of my favorite tournaments. You know, I came here the first time 2 years ago, and I liked it a lot. And now 2 years later, I think you improved a lot. Now it's a great tournament. Then of course my team for this week, Jenny, my girlfriend, thank you very much for your support, and Claudio, my coach. We only worked for a couple of weeks. This is the first tournament, and I think, you know, so far it's working pretty well, huh? Eerste toernooi samen met zijn coach, prima resultaat. And at last to all of you who came out here, not only today, during the whole week, even though the weather wasn't great, you know, it's great to play in front of you, and I really hope to see you again next year. Thank you so much.
Ja, het had toch wel mooi geweest, zeg ik heel stiekem, met de hoeveelheid aces die Robin Schöteling ook deze week gezwaar heeft, dat hij ook een dubbel heeft. Ladies and gentlemen, our single champion for 2011 here at the Brisbane International. Dat waren de twee speeches van de winnaar en van de finalist van de Brisbane International.